Hey, wat heeft... Hallo? Handen omhoog. Hey, rustig. En die achterste kus even. 3 vuurwapens en die achterste kus even. Hoezo? Instappen. Ja. Instappen. Luister, ja? Ik zei gewoon te pinnen. Ja, goed niet. Lekker hoor. Beetje nostalgia van de eerste keer dat ik heb ontvoerd, hè? Ben jij dit, Piet? Nee, man. Ik ben Bert. Jongen. Ja, tuurlijk, kerel. Hoezo dit? Lijkt je zo uit. Ik dacht dat wij elkaar met rust gingen laten. Minder vragen stellen. Krijg ik het zo meteen nog te horen, dan überhaupt? Zo was u. Hangt er vanaf hoe moet je mond uit. Oké, nou jongens, ik word ontvoerd door Piet. Ik dacht dat wij in vrede klaar waren, Piet en ik. Onze laatste interactie met elkaar was niet al te best. Maar ik had niet verwacht dat hij me zou ontvoeren zoals dit. We zijn bijna op locatie aan. Cool. Stap je als laatste uit? Ja, als ik je nou vervolgens zie gaan, dan schiet ik een kogel door je hoofd. Ik stap als laatste uit. Ik heb geen zin in een kogel door mijn kop. Koplampen nemen. Ze doen de lichten uit. Wat zou die willen? Ik denk dat we op locatie zijn aangekomen. Een hele sketchy plek. Stap uit. Nou, mijn handen ik nog laten zien of... Nee. Ja, oké. Voor het moment dat hij een verkeerde beweging doet, dan daarbij sowieso de lucht. Ik doe rust aan. We gaan de schuur in. Zijn die wapens nou nodig? Ja. Zo. Ja. Nou ja, er gaan veel vragen door je hoofd. Dus ik zal je even een raak laten vragen. Genoeg. Waarom? Waarom ineens? Ik dacht dat wij klaar waren met elkaar. Ja, dat klopt. Maar er zijn een aantal dingen van interesse bij mij. Waar ik niet zelf mijn handen aan ga vuil maken. Ik dacht op zich is er weinig te doen. Weet je, makkers die sturen eruit. Ik heb veel te veel dingen te doen. En jij was een man die redelijk goed zat voor de dingen die ik zocht. Je hebt de skills die ik zoek voor de job. Dus wat je zegt is dat ik... Jij wilt mij iets laten doen. Je hebt me letterlijk hierheen gebracht. Kon je dat niet met een belletje doen? Mm-hmm. En dan ga je vrijwillig luisteren. Ja, nee, ja, okay. Jij wel. Ja, oké. Okay. Hey, wapens zijn niet meer nodig hoor. Er was niemand anders van je eigen... Ja, ik weet niet wie bij jou staan, maar... Nee, het zijn allemaal druk bezig. Die zijn ook allemaal druk. En wat had je in gedachten? En wat krijg ik ervoor? En waarom denk je dat ik het zou willen doen? Van het moment dat je het niet doet, dan gaan er naast de weg. Dat is oké. Dus het is niet eens een vraag, meer een verplichting. Het is meer een verplichting, ja. Het is meer een insurance policy. Kunnen we het zo zien? Van het moment dat jij je niet gedraagt en gewoon iets anders gaat doen... En niet mijn taken die ik jou geef, als ik het zo mag zeggen, uitvoert, dan gaan daarnaast verdwijnen. Nou, dan laat je met me niet zoveel keuze over. Krijg ik er überhaupt iets voor? Of is wat ik ervoor krijg, is dat er niks gebeurt met mij en mijn naasten, zoals je mooi zegt? Kijk hè, dat sowieso. Van het moment dat jij je complete ding hebt afgerond, dan gaat er niks met jou gebeuren en je naasten. Maar kijk, stel jij doet het in een clean, fatsoenlijke en correcte manier. Dan kan daar een fatsoenlijke geldbonus aan vasthangen, ja. Ja, het is of geld, of het wordt alleen maar slechter. Dat is wat je me voorlegt hier. Ja, eigenlijk dus wel, dat ja. is een makkelijke keuze natuurlijk. Ja, als je naasten waardeert wel. Met wie zijn we hier? Nou ja, dat is aan hun of dat ze zichzelf willen identificeren. Oh! Natuurlijk. Duidelijk. En als de man links van mij niks wilt zeggen, dan is dat nee, dat is prima. Over een dag, misschien anderhalve dag, gaat er een man in een... Hoe noemen ze tegenwoordig die bar? De tequila, is het dat? Tequila-la? Ja, hè. Tequila-la. Daar gaat een man zitten. En dat is een hoog persoon binnen Life Invader. Ja. Oké. Ziet er als een redelijk normaal bedrijf uit, maar ik heb er iemand betaald voor wat te maken voor mij. En ineens reageert hij niet meer op mij. Dus ik ben mijn som van 30, 40, 50.000 euro kwijt. En ik heb mijn ding niet. Je gaat naar hem toe. Op een of andere manier pak je zijn keycard. Ga je naar Life Invader. Oké, dan ga ik naar Life Invader. En dan krijg ik meer informatie van jou. En maakt het uit op wat voor manier ik dat pasje bemachtig? Ongezien, nee. Neem ik aan. Als jij langer dan 5 minuten tijd wilt hebben, zou ik het ongezien doen, ja. Ja, oké. Het ding is, je kan hem helemaal kapot maken. Hè? Ik kan hem helemaal in elkaar timmeren en dan is het dood. Ja, maar dan wordt het pasje waarschijnlijk geblokkeerd. Dat wou ik dus zeggen. Ik weet niet hoe lang zijn pasje dan nog actief blijft. Excuus. Dan, dat regel ik wel. Hoe ik aan dat pasje kom. Dat is bij Tequila-la. Zij over 1-2 dagen. Ik ga even pelletje dingen. Ja, prima. Ja, jongens, ik heb geen keus. Je ziet het. Ik heb daadwerkelijk geen keus in wat ik hier moet doen. Ze gaan anders niet eens mij pijn doen, maar de mensen om me heen. Ik heb gehoord dat hij al in toon is. Hoe weet je hoe die eruit ziet? Die informatie die krijg ik nog van je. Ja, die krijg je zo. Oké. Het is dat we hier nu even gaan blijven. Het boeit me niet hoe je het doet, maar let er wel op dat waar je ook bent, dat er altijd mensen zijn. Ja? Dus ga niet als een ramdebiel met je vuurwapen op de kerel aflopen, keybash hier en dan schiet je hem door zijn kop. Mm-hmm. Laten we wel even vooropstellen, stel dat je gepakt wordt
en mijn naam wordt genoemd, dan ben je wel de lul. Nee, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk, ja. Maar ik heb jou ingehuurd met de reden dat ik weet dat je toch niet gepakt wordt. Nee, dat is duidelijk, tequila la. Straks ligt de kerel al dood van het zuipen, kom op, pas op. Ja, ik stap in. Er is achter tequila la een parkeergarage. Yes. Daar zet je mij af? Nee, ik zet je voor tequila af. Jij zet mij voor tequila af, prima. En achter tequila la ga ik staan. Er is een vooringang en een achtergang, ja? Ja. Dus je kijkt maar goed even mee raakt. Nou, ik ben maar gewoon, ik kom van mijn zaken binnen... Ik ga gewoon lekker via de vooringang. Maar als je binnen 7 minuten niet in de auto bent, dan ben ik op omhoog. 7 minuten, hè? 7 minuten. Ja, ga maar naar binnen. Goed, yes. 7 minuten staat er achter. 7 minuten de tijd, jongens, om de keycard te krijgen. Van onze heer. Goeiedag. Goeiedag. Hey, mag ik graag 1 whisky zonder ijs? Dat is goed, ik pak het even. Goeiedag meneer. Oh. Je bent hier al een tijdje, zo te zien. Nee, ik heb net promotie gekregen. Je hebt net promotie gekregen? Ja. Wat doe je? Ik zit in de IT. In de IT? Ja. Ah, je denkt na je promotie even lekker borreltje nemen. Heb je mijn nieuwe horloge al gezien? Een nieuw horloge? Rolex, vriend. Laat zien. Nou, je doet goed. Ja. Dankjewel, meneer. Oh, alsjeblieft. Verdient de IT een beetje goed? Makkelijk. Ja, ik heb net deze maand met mijn nieuwe salaris, daar heb ik 3000 euro verdiend. 3000 euro? Dat je dat zomaar deelt? Dat je dat zomaar deelt? Ja, ik heb net promotie gehad. Moet je een drankje? Moet je een drankje van me? Meneer! Wat hou je van mij? Waar hou je van? Dieveltje. Nou, je hoort wat hij... eentje voor hem. Mijn kosten. Pak het ook even. Gefeliciteerd met je promotie, man. Dank je. Lekker hoor. Wat doe jij dan? Ikzelf. Ik ook wel lekker. Ja, ik kom net van mijn zakenreisje. Alsjeblieft, meneer. Kijk, top. Dank je. Is er nog meer hier in deze tent? Of is het alleen zo rustig hier beneden? Ja, nee. Ik ben mijn feestje hier aan het opzetten. We zijn even alles nog beter klaar aan het zetten. Ah, hier beneden of hierboven? Zo meteen, want het is van lekker. Ja, hierboven. Ja, zie je die twee kerels die een keer een rolstoel daar. Ja? Dat is de drummer. Aha. En die kerel die daar zit, wordt waarschijnlijk zo'n jonk aan het is de andere kerel. En boven liggen al je spullen? Boven, ja. Nou, laat het zien, joh. Ja? Ja, joh, tuurlijk. Ik ben in alles geïnteresseerd. Ik had al een beetje van mijn computerspulletjes bij en zo, weet je. Ja, ik kom altijd graag op dit soort plekken voor interesse in andere mensen zoals jullie. Dat je er wel best netjes uitkomt. Ja. Dat je hier zo bent, hè? Ja, maar dat zeg ik. Ik kom net van mijn zakenreis. In plaats van dat ik gelijk naar huis ging, ik denk, ik neem nog even een borreltje. Eet u graag van die warme hapjes? Altijd lekker. Altijd lekker. Ja, moment hoor. Dan bestel ik er even eentje. Yes. Oké, jongens. Een paar minuten om het te regelen. Ze zijn hier lekker aan het feesten beneden. Even kijken of ik ski-kart kan regelen. Ja. Die man is ook dronken. Hey! Ik heb net leuke dingetjes besteld. Lekkere dingetjes besteld? Kijk. Ja, dit balletjes met die loempia's. Top. Ik hoop dat je van loempia's houdt. Ik hou heel erg van loempia's. Hartstikke lekker. Wacht even hoor, ik leg even mijn spulletjes hier. Al die dingen in mijn zak. Ja, ik ga maar hup als je ook... Pasje. Ik ga maar hup als je even ook aan de kant legt. Ja, snap ik. Er zitten net iets belangrijke dingen in. Ja, ik heb iets nieuws gekregen waar ik een beetje altijd bij ben. Mijn mobiel, die hou ik altijd bij. Ja, mobiel, die heb ik ook altijd. Hartverzakking als je me eens niet in je zak voelt. Nee, dat is ja. Dat is altijd vreselijk. Daar ben ik weer. Hey, oh kijk. Hier zijn de appjes, kijk maar. Ik heb een beetje van alles erin gedaan. Yes, stop. Zet die maar op tafel. Zet hem maar op tafel, joh. Nee, ja, smakelijk, hè. Dankjewel, man. Kom jij hier vaker, of? Het is de eerste keer. Ik ga normaal niet zo veel dan dat. Kan jij, ik moet heel even naar de wc. Kan jij denk je wat saus regelen bij die man? Ik heb er liever ook wat saus bij. Dan ga ik even de wc zoeken. Oké, prima. Even kijken, pak even mijn spullen hier, voordat ik naar de wc ga. Oké, hij gaat saus zeggen. Pak ik even snel zijn tasje, die heeft hij hier neergelegd. Even pieken, zijn mobiel, geld, pasje. Ja, pasje. Top. En weg. Zijn pasje is gepakt. Achterdeur is open. Dan gaan we er nu van achteruit. Zijn pasje is gepakt, jongens. Hij liet zijn tasje achter. Er zat zijn pasje gelukkig in. Hoppakee. Wat een dronken lap, die man. Dat is makkelijker dan ik dacht. 6 minuten, 32 seconden. Haha. Wat een dronken lap. Leg zijn tasje ergens neer. Was zo weg te lokken. Kon zo zijn pasje pakken. Goed, we gaan even ergens staan. Kijk hem. Ja. Op jouw dingen, pasje. Staat nu de naam. Als het goed is de naam Jeroen van Bergen. Ja, ja dat klopt. Wat noteer een man. Dat. Het is een echte dronklap, zoals ik zei, 25 jaar. Hè? Ja.
je gaat nu dat dingen binnen. Ja. Ik breng jou daar zo eens naartoe. En je gaat in live invaden. Daar zullen waarschijnlijk redelijk wat mensen staan. Ja. Wat volk zijn. Het kan zijn dat er beveiliging staat. Ik weet niet of je snel rode oortjes krijgt. Of rode wangetjes. Maar ik hoop voor jou van niet. Nee, dat komt wel goed. En er zal waarschijnlijk iemand met jou meegaan. Of die gaat niet mee. Ik weet het niet. Het kan zijn. Mm-hmm. Het hangt er vanaf van hoeveel personeel er daar op dat moment. Hoe hebben ze door dat ik niet Jeroen ben? Dat Jeroen niet echt iemand is die op bedrijf komt. Mijn pasjes werken niet met mooie fotootjes. Dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien op het pasje, maar ik ken inderdaad toevallig niet mensen in de Jeroen. En die denken, jij bent Jeroen niet. Okay, hij zei dat hij net gepromoveerd was. Live Invader is een bedrijf met meerdere filialen. Ja, miljoenen bedrijf, dus die kent zijn eigen werknemers niet. Ja. Prima. Juist. Okay. Prima. Dus je wordt daar begeleid waarschijnlijk aangezien dat je redelijk hoge security clearance hebt, zo te zeggen. Ja. In de IT-kamer. Ga je vragen. Zal waarschijnlijk aan een ventje zitten. En voor hetzelfde geld klop je die keer goed op zijn kop. Dat boeit me echt niet. Geef hem de groeten van de wit. Dan zal hij dus wel weten wat de tijd is. Ja. Mm-hmm. En dan ligt daar het koffertje. Of de tas. Een van de twee. De man die ik nu pakken. Ga confronteren is de man. Hij is jouw geld schuldig. Maar dat kwam niet. Dat is die Nee, ik heb hem betaald. Hij is mij een item verschuldigd. Hij is een item verschuldigd. Ah. Of hij, het koffertje is genoeg voor hem. Ja, ik zou de... En jouw naam. Jouw naam. Zak, ik zou de tas pakken. Ja, en als hij hem niet vrijwillig geeft... Dan klop je hem op elkaar, doet mij wat. Dan op zijn kop, dat komt wel goed. Ik weet niet of hij gefouilleerd tocht kan zijn. Mm-hmm. Nee, maar hier heb ik mijn vuurwapen heb ik hier niet voor nodig. Dat weet ik zeker. Ja, die leg je maar terug bij mij op een stoel of zo. Ik weet niet, kijk maar. Ja. Ja. Item wat jij vast krijgt, in jouw handen, geef jij mee. Oké. En je kijkt niet in de tas, je kijkt niet naar wat het is en je gaat het niet vastpakken. Tasje, zit niks in, wat mij betreft. Wat mij betreft is zit er gewoon een papiertje, of de rugzak, sorry. De rugzak, wat mij betreft en is die leeg. En voor jou zit er niks van waarde in. Nee, oké, prima. En niet dat je er sowieso iets mee kan doen. Live Invader gaat pas over een aantal minuutjes op. Ik heb het vast zelfs even in de auto laten liggen, want godverdomme, holy shit, wat is het warm. Nou, daar gaan we jongens. We gaan richting de winkel en daarna richting Live Invader. Om daar binnen te sluipen als Jeroen. En dan gaan we kijken of wij het rugzakje kunnen bemachtigen. Hoe bevalt het? Ik had liever nu lekker gewoon in mijn eigen autootje rondgetoerd. En genoten van mijn geld. Okay, we hebben ons omgekleed jongens. We zien er een beetje casual uit. Maar niet te casual. Net, maar niet te net. We hebben de perfecte mix gevonden voor een IT-guy. Live Invader, daar zijn we jongens. De man die ik nodig heb, hoe heet hij? Niemand naar het IT-kamertje. Ja, yes, dank jullie wel, jongens. Als je klaar bent, zeg ik ja. Goeiedag, hallo. Heren. Heeft u een pasje bij zich? Yes, ik heb zeker een pasje bij me. En dan wordt het vervolgd, jongens. Kom ik in het Live Invader gebouw. Bij 3000 likes komt sowieso het volgende deel. Maar vergeet ook echt niet te abonneren. Speculeer lekker in de reacties wat er gaat gebeuren. En wie weet, zie je het in de volgende video.